Welkom bij die krachtmeting tussen Briesten en Maurice. Maurice, wat dan die bezoekers is, die wil winnen, maar in Briesten die moet winnen. Natuurlijk hier op die platen uitzorgen thuis voordelen die wat Briesten moet genieten. En daar komen we, dat is Briesten, rugby voetbalclub van uitzorgen en Skaren wat samen zelfs. Lekker via omstandigheden die is lekker. Opgedispen, lekker rugby. En ik is François Williams vanaf Oudtshoorn in die platen, Zuid-Afrika, mede-commentator. En die commentaarhockey is natuurlijk niemand anders als die gevaarman, niemand anders als Arno Mullerny. Arno, welkom en hartelijk goedemiddag. Briesten, wat dan die afskop gaan vatten. En Maurice, die gaan dan ontvangen. Achtste man, wat dan gaan optillen. Maurice, wat bijkom. Fabrizio, die gevaarlijke scrumskakel van Maurice, hij barst hier. En die handen van Enrico Filis. En als die nou bij komt, dat is nummer 13 center, dat is niemand anders als Moes niet. Daar drukken Maurice die eerste drie. Dat is punten. Dat is punten, de eerste vlieg natuurlijk niemand anders als Jan van Zijkopzi. Scrum wat gevormd wordt, de Briesten zijn scrumskakel waar die bal gaan ingooien. Die is Malgas. Voormalige junior Springbok. Nummer 10 wat dierbaars, nummer 10 wat dierbaars. Verskoring Adrian Boysen wat daarna dierbaars, prachtige beweging. Die kijk langs, en hij kijk op en hij kom hij net langs van die linker regopaal. Skop wat niet daar gaan wees. Al verskil tussen die twee spannen is dan die doelskop wat oorgesit was dier Maurice. So die telling dan 5-7. Skop wat dan gaan hervat word dier Phyllis. Goeie hangskop daar. Los maar beweging wat er voor wordt, maar gas wat bijkomt. En dan van Enver. Stam zo 2-3 verdedigers af. Dekker los! Skamskaak wat bijkomt, maar gas. Naar die achter, de stierman. Stop. Hij skop om veld af. Stop, forward, stop! Wow! Skeisrechter blaas op de vlijtje neer, mannen. Jullie is ervoor die bal in noemen ons, noem dat in front of the kicker of IFOC. Span van Maurice wat besluit, hulle gaan die punte wat daar beskikbaar is vat. En sulke hoë intensiteit en de rugby vat die elke punt wat na jou kant toe kom. So hulle gaan aanlee vir 3 punte. Hey, kom maar Enrico Filis dat maak met die ja, dis punte, dis oor. Enrico Filis, jou doring. Julian Prinze wat sy springers vind. Om een keer bezet, Warren Malgas. Naar Boysen. Paar gevaarlijke loskakel. Ja, los. Malgas wat bijkomt. Naar Enver Prins. En die van die nummer 13. Die is Boysen. En die van nummer 7 flank. Dat is niemand anders als Prins niet. Skeisrechter zijn hier. Dat is een knock-on en dat is niet genoegzame voordeel. Die skeisrechter wat terugkomen, die strafskop. Die behoort aan Briesten. Stierman, wat maken we die een? Dat is waar, dat is punten. Kan Briesten, 3 druk voor die half. Een fleekje blaas. Set. Skramskakel, Graham September waar die bal aan gooit. Briesten die wat sterk skram heeft. Scheidsrechter wat voordeel speelt. Daar heeft hij om daar drukken Briesten. Keisrechter wat zaken, fijn dobbel. September wat bijkom. En die handen van Stierman. Naar Everts. Zo boksprong naar rechts. Charlie Everts. Wat maken we hier in? Ja, dat is prachtig. Prachtige beweging. Dat is prachtig, dat is prachtig. En dat is die rechter vliegel. Af en toe wat gaan afronden voor Briesten. Briesten. En hulle gaan voor en toe en voor en toe. Hol maar beweging, die zijn in gang. Daar loopt Briesten, daar loopt Briesten. September waar die bal krijgt naar Boysen. En die handen van Charlie Everts. Alle gebruik komt nu verschrikkelijk bij Avontier. Dat is Panta. Zou door aan Avontier. Prachtige 3. Dat zijn 2-3 in die krachtmeting van Maurice en Briesten. Skarwe samen, Sjaals.
Wijzen wat kijkt of hij twee punten kan bijvoegen. Wat maken met die scoop? Dat is een lang scoop. Dat is waar! Dat is waar! Prachtig! Prachtig! Dat is Boysen! Adrian Boysen wat twee punten bijvoegt voor zijn span. Rico Filis met een prachtige hangskop. Zijn kop zat achterna zit. Wordt gelakt daar, de rechter vleel sprint. September wat bijkomt. En Anjana van Boysen. Zo, wow, hangskop. Hij stiert die bal met rente terug. Een van die mannen van die wedstrijd. September. Na Stierman tussen twee gedachtes. Achtste man kaptein Saptu. Hij wordt gelakt daar door Jalrico Filis. Scheidsrechter blaast hard op zijn vleekje neer. Dat is gevaarlijk, de dijkslag. Stierman wat recht maakt voor hier die scoop. En Stierman wat omstiert door die palen. Groot. Tijd wat uit hard loopt of hier was wat leeg lopen voor Maurice. Is ze span. Kan hulle dit vermag? Kom eens kijken. Scrumskaken waarbij komt. Dat is Fabrizio. Achtste man wat optel. Dat is Jason Martins. Ja, is op de bal los. Scheidsrechter zijn hier. Maurice wat nou vanaf wil spelen. Op de lijn, tot hij terug. Kan een beetje te laat voor het verhullen. Nou, kom maar zien. Terug. Fabrizio. De scheidsrechter blaas op zijn vlekje. Dat is die plaatsvervanger nummer 18. Niemand anders dan Jason Martins. Jouw doorgang. Hij kan niet zingen, maar hij heeft een goed lijf. En hij kan lekker rugby spelen. En dat is die man met die langbaard. Die hammerdansman. Man.